Ja, de voetballiefhebbers, ja, die zitten met de samengeknepen billen. Ja, dit. Ja, zei Tom. Ja, maar ja, ik heb wel. Ik had wel goede moed. Ja, tot. En dan moet ik jullie wat vertellen. Jut, die heeft er een handje van om af en toe iets. Dan zegt, die weet niks van voetbal. Maar dan zeggen ze in één keer zomaar van. Ik weet niet, maar ik voel gewoon dat die of die gaat winnen. En meestal komt dat dan ook uit. Weet je wel? Ja, het slaat helemaal nergens op. En nu ook. Werd ze wakker vanmorgen, zegt ze. Ik voel gewoon, zegt Jut, dat Griekenland gaat winnen. Ik denk, potverdorie. Dat zat helemaal niet in mijn hoofd. Ik had zoiets van, nou ja, weet je wel, dat komt allemaal wel goed. Dat idee. En toen begon ik toch weer over na te denken over wat zij zei. Zo van, ja, ik voel dat Griekenland gaat winnen. En ik denk, hoe kan dat nou? We hebben tegen die Grieken gespeeld in Nederland. En die Grieken, eerlijk is eerlijk, die konden kunnen er toch niet zo heel veel van. Nee toch? Nee. Dus ik, ja, daar had ik dat goede gevoel aan overgehouden. Ja, en toen ging ik weer verder denken. En toen dacht ik, ja, maar zijn wij dan zo verschrikkelijk goed? Hebben wij dan zoveel spelers van Europese en wereldklasse? Nee, vrienden. Ja, we hebben nu een paar lichtpuntjes even in het elftal. Hè? Zo, Reinders en Hartman en zo, dat. Maar wij hebben verder eigenlijk alleen maar, zeg maar, leuke en goede voetballers. Tot daar. Leuk en goed. Maar wij hebben niet heel goed en verschrikkelijk goed. Die hebben wij niet. Nee. Dus, ja. En die Grieken, kijk, die gaan voor volk en vaderland. Ja, daar kan je de klok op gelijk zetten. Die gaan er vol voor, laatste kans, maar dat niet alleen. Die voelen die trots van Griekenland en die gaan daar. Die gaan inderdaad het gras opvreten. Maar ja, hebben wij dat dan bij Nederland, dacht ik bij mezelf. Ja? Waar is die enorme eer en trots om in dat Nederlands elftal te spelen, staan die gasten net als schotten en spelers uit Wales, die pakken hun shirt en die douwen dat tegen hun neus aan en die ruiken aan dat shirt en die gaan gewoon bijna met tranen in de ogen van trots dat ze voor hun land mogen uitkomen het veld op. Hebben wij dat soort spelers nu in het Nederlandse elftal? En daar twijfel ik dan ook weer aan. Weet je wel? Dat! Ja! Oh, vrienden. Het zal toch niet waar zijn? Oh, nee, hè. Zou Jut gelijk krijgen?